Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een bijzondere gast, iemand die naam wil maken in Europa. En dat is Dirk-Jan Epping. Dat klopt. Wie is dat, Dirk-Jan Epping? Dirk-Jan Epping is 60 jaar, geboren in de Achterhoek in het dorp Steenderen. Ik ben naar de middelbare school gegaan in Doetinchem. Uh-huh. En daarna heb ik gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dus je bent een Gelderlander? Ik ben een Gelderlander, absoluut. Zoals je weet bestaat Gelderland een grote provincie. De grootste van Nederland uit drie delen. Uh-huh. Achterhoek, Veluwe, rivierengebied, Betuwe. En dat is een hele interessante provincie. Omdat het hele verschillende delen zijn eigenlijk. Landelijke Achterhoek, bosrijke Veluwe en het waterrijke rivierengebied. Ja, dus het is een hele mooie provincie. Ik heb eens een keer gesproken met een voormalige Belgische premier en die ging altijd fietsen in Gelderland. Dan ben je dus actief altijd in Europa geweest, geef jezelf al aan. Ja. Dan ben je denk ik een man die voorstander is van Europa. Ik zeg altijd, ik ben voorstander van Europa, maar ben wel kritisch over de Europese Unie. Ik denk dat de Europese... Waarom? Heel simpel. Heel simpel. Ik vind dat de Europese Unie te veel macht naar zich toe trekt. Eigenlijk over alles wil beslissen. Nou heeft de Europese Unie de pulsvissers afgeschaft. Mm-hmm. De Europese Unie beslist ook over de export van WW-uitkeringen bijvoorbeeld naar Polen. En we moeten zich overal mee. En wij vinden eigenlijk dat de Europese Unie te veel macht heeft. En dat de macht wat meer terug moet naar de lidstaten. En naar de staten zelf. Want heel veel dingen kunnen ze zelf doen. Je hebt niet voor alles de Europese Unie nodig. Maar de Europese Unie wil eigenlijk wel alles doen. En wil ook komen met Europese belasting, Europees leger enzovoort. En dan zeggen we dat is te ver doorgeschoten. We moeten terug naar de basis. Maak het klein. Ja, hou het klein en hou het simpel. En laat diegenen die het kunnen doen, laat die het doen. Maar probeer niet zelf vanuit een centrum alles te doen. Je bent de lijsttrekker voor het Forum voor Democratie. Dat hebben we volgens mij nog helemaal niet gezegd. Nee. Voor die Europese verkiezingen die eraan komen. Ik hoor kijkers al denken hier in Tiel en omgeving. Ja, hartstikke leuke, sympathieke man. Maar hoe gaat hij dan voor de Tielenaren en laten we het dan zeggen, de rivierenlander het verschil maken daar in Brussel? Nou, ik moet zeggen dat je in Brussel invloed kunt uitoefenen als je dus een fractie vormt. Als je ervoor zorgt dat je met een grote delegatie er naartoe gaat. En als je ook kijkt van wat je kunt doen. En als je naar Tiel kijkt, dan is het natuurlijk bekend als een mooie, rustieke, mooie, prachtige, historische gemeente. Maar daar zijn ook problemen. We hebben het over gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid, immigratie. En dat zijn allemaal onderwerpen waar tegenwoordig de Europese Unie veel over te zeggen heeft. Wat ik merk is, een welbespraakte man die tegenover me zit. Dank u wel. Al jarenlang die in Brussel actief is. Ik neem aan het klappen van de zweep daar wel kent. Ja. En toen was daar ineens Forum voor Democratie. Ja. Hoe is dat gelopen? Nou, hoe is dat gegaan? Ik woonde als journalist in de Verenigde Staten. Uh-huh. In New York. Ik heb een gezin. Mijn vrouw, drie kinderen. Drie jonge kinderen moet ik zeggen. 13, 9 en 2. Dus ik heb nogal wat te stellen. Zeker. Ik moet zeggen dat de jongste van 2 die houdt me wel wakker. Heel goed. Of maakt mij wakker s'nachts. En jong waarschijnlijk. Ja, een jongen. En ik ga veel met hem rondwandelen. En ik ben een beetje huisvader geweest. Omdat mijn vrouw carrière maakte. Dus als tolk. Wat deed zij? Ze werkt als tolke. Als tolke bij de Verenigde Naties. Oké. Okay. In Russisch. En het zijn mijn huisman, huisvrouw. Het is een zwaar beroep. Zeker. Veel mannen onderschatten dat hoor. Ja, zeker. Ik heb nooit ik zou zeggen zelfs zwaarder dan de politiek. Want je moet opstaan, organiseren, soms midden in de nacht opstaan, ja. Een fles melk maken en zo, weer terug. En regelen. En alles regelen, organiseren en elk kind heeft weer zijn eigen zaken. Of je nou 2 is, weer anders dan een meisje van 9, een jongen van 13 die begint te puberen en zo. En zo ga je eigenlijk, heb je eigenlijk grote diversiteit. Maar goed, voor democratie. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Ja. En op een gegeven moment was ik te gast bij Buitenhof. En toen had Thierry Baudet contact met mij gehad. We kenden elkaar eigenlijk al wel een beetje zo. We hadden gesprekken gehad. Vond je het een interessante vent? Ja, interessante vent. Ja. Ik dacht, god, wat is nou eens iemand anders? Die kom je niet elke dag. Die heeft zo'n eigen verhaal. Die heeft een beetje een flair. Die heeft ook durf. Ja. En wat zou die gaan doen? Toen was ik in Amsterdam. En toen dacht ik van, nou, ik ga hier in het hotel met hem thee drinken of zo zeker. En toen zei hij tegen mij van, Dirk-Jan, heb je wel eens op een scooter gezeten? Ik zeg, nou, ik heb nog nooit op een scooter gezeten. Dat heb ik alleen maar op televisie gezien. Nou, zegt hij, ik heb mijn scooter hier geparkeerd. Laten we naar ons partijbureau gaan.
Nou, dan ben ik achter op de scooter meegereden naar het partijbureau. En zo over de grachten heen. Daar gaan ze op en neer met zo'n scooter. Er zit een enorme viering in. En jij kwam uit op de Erengracht? En ik kwam uit op de Erengracht 74. En ja, daar zaten een paar mensen. En toen kwam meteen de vraag van, wil je Europees lijsttrekker worden voor Forum voor Democratie? Een aantal weken geleden een hoop gedoe binnen de partij. Ja. Ruud Otte, man die voor de Eerste Kamer aan de bak zou gaan. Ja. Eigenlijk is hij gewoon afgezet. Afgerekend. Nou, ik zou zeggen, dat is misschien wat te ruim. Ik ken de precieze oorzaken van het conflict niet omdat ik er te kort bij ben. Je bent erbij vanaf het begin bij geweest. Het ligt gewoon op straat. En ja, natuurlijk. Het is, ik denk, begonnen met een interview. En er lag misschien ook wel iets van een machtsstrijd daaronder al. Maar had hij niet een punt? Nou, kijk, had hij een punt. Hij kan natuurlijk bepaalde dingen zeggen. Maar het is in het algemeen onverstandig om met elkaar te communiceren via kranteninterviews. Als je aan de top van de partij zit, dan kun je beter eigenlijk rechtstreeks zeggen, of in een gesprek of in een diner. Is het dan echt zo amateuristisch gegaan dat hij dat gewoon ouders bloed Ik heb niet met hem gesproken over de achtergrond van het interview in de NRC, dat voor iedereen als grote verrassing kwam. En als je natuurlijk een interview gaat geven over de politiek leider en dan meteen veel kritiek hebt, dan is het wel zo dat daar kan een conflict uit voortkomen. Zeker als er al wat spanningen zijn. En daarom zeg ik, die spanningen er al dan? Nou, die zijn natuurlijk altijd in een partij, in elke partij hoor. Ook in het CDA nu, meneer Buma, meneer Hoekstra en zo. Of in de VVD, meneer Rutte, en wie moet het overnemen. En dat soort dingen. Elke partij zijn altijd spanningen. Dus daar moet je meer rekening houden. En daarom is het wat onverstandig om via de media te gaan communiceren. Want dan ontploft dat snel. En dan denkt de leider, ik word hier aangevallen. En het kan best zijn dat hier Otte het idee had van, nou, ik ga een paar punten maken. Dat is leuk voor de discussie. Maar het pakt anders uit. Dus de effecten zijn anders dan de intentie. Maar je bent een nieuwe partij. Het kan toch gebeuren? Waarom dan meteen zo'n man hard aanpakken en afrekenen? Want dat is wat er gebeurt. Nou ja, het is zo dat de heer Otte die blijft, die wordt lid van de Eerste Kamer. Dus afrekenen kun je zeggen. Maar dat was niet zijn intentie. Nee, maar goed. Het is natuurlijk wel een conflict geweest. En dat heeft hem tot een vertrouwensbreuk geleid. Maar ik denk wel, het is in korte tijd is het opgelost. Mm-hmm. Dat is ongeveer een week geduurd. En niet al te lang. Het is denk ik ook door Baudet goed opgelost. Hij heeft verschillende offertes gedaan. En ja, goed, op een gegeven moment was het zo dat de heer Otte dat ook heeft aanvaard. En nu dan kun je zeggen, we gaan weer verder. En dat is belangrijk, ook zeker voor de Europese verkiezingen, dat we weer verder gaan. Want ik zit natuurlijk niet om een conflict te wachten. Nee. Om dat mee te slepen in de campagne. 23 mei die verkiezingen. Ja. Mensen moeten gaan stemmen, zoveel mogelijk. Ja. Waarom Forum voor Democratie? En waarom op jou? Ja, omdat ik ten eerste ik voor Forum naar Brussel ga en daar de wegen ken en dingen onmiddellijk kan aanpakken. Dus we kunnen beginnen in Brussel op dag 1. Hoef niet 2 jaar te wachten voor je een beetje weet hoe het in elkaar zit. In de tweede plaats om voor Nederland op te komen en ook voor het Nederlands belang. En dus wat dat betreft, dat is ook voor het belang van mensen in Tiel en in de rivierenstreek. Omdat, zoals we al spraken over die problemen wat betreft scholing, onderwijs en volkshuisvesting. Daar kun je tal van dingen doen, maar het moet wel aangekaart worden. Je moet de weg weten, je moet met een delegatie gaan die snel ingewerkt is. Je moet assistenten hebben die weten hoe de zaak in elkaar zit. En op die manier kun je effectief zijn. En als Forum willen wij dat ook doen, omdat we de oppositie leiden tegen een te machtige EU. We willen dat macht teruggaat. Maar we willen ook de mensen helpen in die problemen waar ze geholpen moeten worden. Dus ik zou zeggen 23 mei, Forum voor Democratie. Dat heb je duidelijk verteld. Logisch natuurlijk. Kunnen we nog een concrete afspraak maken van, als ik daar zit, ga ik dat doen voor deze regio? Ja. Dan ga ik me inzetten in overleg met Tiel en met ook andere gemeenten in Gelderland. Om ervoor te zorgen dat gelden uit de fondsen op de juiste plaats terechtkomen. En daar waar ze nodig zijn. En niet daar waar bureaucraten in Brussel denken dat het besteed moet worden. En wat denk je dan concreet aan? Nou, dan denkt u maar aan bijvoorbeeld aan onderwijs. Een heel belangrijk punt. Mm-hmm. Plattelandontwikkeling, toerisme. Enzovoort. Hangt ook af van de wensen die men hier heeft. Die neem ik mee daar naartoe.
En dan ga ik eraan werken en dan maken we een afspraak en dan laat ik zien wat er is gebeurd. Kijk, dat lijkt mij een heel strak plan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.